CBN Prime Alert van zaterdag 22 april 2017 uw aandacht voor de headlines. Mag personeel commissariaat Noordoost meedoen aan de protestacties? Rozenblad, er zijn genoeg mensen die het land kunnen overnemen. Vele inbraken in Centrale Markt. Man vergrijpt zich aan minderjarigen met beperking. Binnenkort nieuw traumateam in Suriname. Jofewa organiseert wederom jeugddamwedstrijden. Overtreder vuurwapenwet aangehouden. Lions Club Quatta organiseert Seniorendag. En jarige Jan Mohammed gedenkt sociaal zwakkeren. Voor de stakende leerkrachten geldt er no work, no pay. Hoe zit dat met het personeel van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost? DC Noordoost, Mike Nerkust, die heeft de afgelopen periode toch heel wat gezegd rond de stakingen en ook nog de gebeurtenissen van dinsdag 18 april 2017, waarbij vier betogers en deze twee leiders hardhandig zijn aangepakt door de politie toen. Wij van CBN Prime Alert stelden de vraag aan Mike Nerkust, DC van Paramaribo Noordoost, of zijn personeel van zijn commissariaat wel mogen deelnemen aan de protestacties en of men ook, zoals men dat aangeeft, rancuneus dan zal zijn tegenover deze stakers van het commissariaat. We voeren u naar DC Mike Nerkust. DC, omdat dit ook gezegd wordt dat men rancuneus is tegenover stakers, mogen uw ambtenaren van Paramaribo Noordoost, ik kan niet over andere vragen, ik kan niet alleen over Paramaribo Noordoost, mogen die ook staken? Kijk u, ik kan daarover niet praten, dan moet u met de vakbond praten waarbij ze aangesloten zijn. Maar als ze staken? Even meneer Ganesh, u moet dan met de vakbondsleiders praten waar zij aangesloten zijn, toch? En dan moet u dan daar het antwoord halen, toch? Dus ik ga daarover geen antwoord geven. Ik zeg alleen, iedereen bepaalt hoe hij of zij zijn mening uit, toch? En dan moet u dan met de vakbondsleiders praten waar de mensen zijn aangesloten, toch? En dan krijgt u het wel te horen. Ik weet dat niet. En ik neem aan dat rechtgeaarde Surinamers zich rechtgeaard gedragen, toch? En werken aan de ontwikkeling van hun land, toch? Want door te zitten en te staken en te vernielen en niets te doen en het land in discrediet te brengen naar buiten toe, houdt u de ontwikkeling van het land achter. Menig één investeerder die zou willen komen, gaat niet meer komen. Want men gaat zeggen, het is een beetje onrustig in het land. En als die investeerder niet komt, heb je de investering niet, heb je de productie niet, heb je dat geld niet. Toch? En dan hoe wil je dan vooruitgang hebben? Toch? Ik wil me eigenlijk niet wagen op dat pad. Maar geen van de leiders, toch, die het geen voortrekken, toch, hebben gezegd wat zij gaan doen voor de bevolking als ze überhaupt wouden mochten komen. Toch? Wie heeft een plan? Toch? Men vindt het land is in een bepaalde positie, dan hoe haal jij het eruit? Leg me uit, toch? Leg me uit wat je gaat doen. Leg me uit wat je gaat doen om de economie op te trekken. Leg me uit wat je gaat doen aan de productie. Leg me uit wat je gaat doen om het leefklimaat te verhogen. Leg me uit, toch? Maar door simpelweg een frase los te laten in de ruimte, breng je nog geen kwalitatieve leefomstandigheid voor mensen in een land. Daarvoor moet je werken. Toch? Toch? En ik denk dat menig een moet afstappen van het hol geluid. Toch? En aangeven wat men gaat doen. En dan word je dan ook soms van links naar rechts getrokken in bepaalde programma's. Maar ik vind niet erg, je bent Surinamers. If you can't stand the heat, don't go in the kitchen. En aangezien
ik in die keuken ben, toch? Dan gaan we dan door met koken, toch? Dus zo normaal is het. Maar ik zeg wel één ding, en dat zeg ik als persoon, toch? Niemand die op één podium nog heeft gestaan, toch? Heeft duidelijk aangegeven, toch? Wat ga ik doen wanneer, als ik op überhaupt daar zou komen? Niemand heeft een ontwikkelingsvisie. Maar dat toch? Is toch de vakbond? Ja. Niemand denkt verder, toch? Politiek, zowel vakbond. Toch? Maar laten we het zo laten. Laten we het zo laten, is mijn mening. Toch? Anders gaat men zeggen dat de DC gaat op een vlak waar hij niet thuis hoort. Toch? En dan wordt de DC dan plotseling besproken. Toch? En dan wordt alles weer uit proportie gehaald. En dan word ik 7 uur 's morgens weer besproken. Toch? En dan lachen we er allemaal omheen, want die weet niet wat hij zegt. Maar laat het zo laten. Toch? We zijn vrolijke mensen. Ik ben ook vrolijk. Ik hou van leuke dingen. Ik hou van plezier. Toch? Ik hou van mijn mede-Surinamers. Ik hou van u allemaal. Ook de mensen die van me houden en niet van me houden. Toch? Maar laten we eindelijk als Surinamers gaan werken voor Suriname. Maar deze, in die gemeenschap wordt er ook gezegd van de kans zit er dik in dat ze de vergunning niet krijgen. Waarom zouden ze de vergunning niet krijgen? U gaat gebruik maken van uw grondwettelijke recht, toch? En kijkt u, dan zou u het moeten indienen en dan zou het u geweigerd moeten worden. Dan kan u zeggen, ziet u, ze willen me niet geven. Maar als ik de mensen al langer dan 3 weken uitnodig om een vergunning aan te vragen, waarom zou ik het niet willen geven? Toch? Men moet pas praten als ze dat niet hebben gehad. Toch? Toch? Maar dien het in. Maar kom niet om 11:55 indienen en dan wil je daar hebben dat ik het om 11:54 aan je geef, want je wil 11:55 gaan lopen. Toch? We moeten niet gek doen. Toch? We moeten niet, als je dinsdag wil lopen, dan moet je niet maandag om 2 uur het voor me brengen. Omdat je dinsdag op straat wil gaan. Toch? Nee. Zo gaat het niet werken, toch? De politie moet de maatschap ook in beeld brengen. Toch? Iedereen moet in beeld komen. Toch? Mensen moeten ook gezet worden, toch? En als je vindt dat je het recht geaard bent, dan moet je ook rekenen met je mede-Surinamers, toch? Dus als je indient, toch? Dan moet je hem op tijd indienen, toch? Je kan niet komen om, laten we zeggen bijvoorbeeld, je wilt dinsdagochtend lopen om 10 uur. Dan kom je, weet je om 8:00 a.m. indienen om 10 uur te lopen. Nee. Of om 14:45 maandag om volgende ochtend om 10 uur te lopen. Dat gaat niet werken, toch? Men moet geen vertekend beeld brengen. Men moet de dingen zeggen zoals ze zijn. Toch? Er is voldoende ruimte. DC, en welke maatregelen zullen jullie nu treffen wanneer er toch nu is aangegeven dat voor aankomende dinsdag er gesproken wordt over een totale lamlegging? Laten we het gewoon bij het gelach. Laten we geen dingen op de spits drijven. We hebben goede gesprekken gehad, toch? Laat het alsjeblieft niet zo zijn dat het erop lijkt dat er olie gegooid wordt op het vuur, terwijl dat niet is. Toch? Laten we zo zeggen, toch? Ik ga daarop niet antwoorden, toch? En neemt u me daarbij alsjeblieft niet kwalijk. Kijkers, neemt u me niet kwalijk. Ik ga daarop geen antwoord geven. Ik doe alleen een beroep op elke Surinamer om zich aan de regels van dit grondgebied Suriname, ons moederland Suriname, te houden. TBN Prime Alert die brengt u vandaag het laatste deel van het vraaggesprek welke wij hadden met ondernemer Rozenblad, die in is gegaan op de gebeurtenissen rond 18 april 2017 waarbij 4 betogers hardhandig zijn aangepakt door de politie en hij is er nog ingegaan op een aantal andere brandende en actuele zaken. We voeren u naar ondernemer Marlon Rozenblad. En laat me iets zeggen over de Chinese gemeenschap. Er zijn
te veel winkels. En die stelden op een gegeven moment niks voor. Ik heb het al een keer gezegd. Zulke kolossale winkels. Regering, vraagt u aan die mensen van waar ze komen met dat geld. Accident. En samenleving, wanneer u naar de kassa gaat bij een Chinese winkel, let u op uw kleingeld, want ze geven altijd minder. Let u op uw kleingeld. En die mensen willen beschermen, petje af. Het is niet leuk wat er gebeurt. Maar laten ze ook geen verval babyvoeding verkopen aan de gemeenschap. Ik wil nog een keer afvragen, als ze zo vervaldatum zijn. Waarom grijp en dat de man heeft die vervaldatum dat de man heeft wantrouwen? Dat heeft mijn jaren gewoon also dat mijn baby dringen. En dat mijn baby kon dede. Ben jij alleen mens? Mijn tien aan een mens. Ben jij alleen mens? Heb jij alleen het recht toch van bestaan? Nee, we gaan niet discrimineren. Zorg ervoor dat wanneer ik in je winkel kom, Malen Roesemblad. Trouwens, ik lees, maar wat zie ik gebeuren? Dat de meeste van elkaar in de meeste Bosland Kriolen bijvoorbeeld, de Bigisma, dat die mensen niet kunnen lezen de Boeskondresma. Dus dat hoe de Boeskondre biert, dat we zeer wel een vervaldatum zijn die desma. A Boeskondre vrouw nog sapteri, dus jullie geven er ook minder kleingeld. Ik heb het zelfs bij grote supermarkets meegemaakt. Bij Potwan Batra Olas mij naar 3. En ze geven altijd minder. Ze geven nooit meer. Dus laten we letten op die dingen. En laat de regering zijn gemeenschap ook beschermen. Toch tegen deze figuren die het niet nauw nemen met de eerlijkheid. En vraag die man hoe die man komt aan een winkel. Die man koopt een pand. Nou, die man poort prijs in een winkel. De Chinese gemeenschap is ook debet aan de situatie die we nu hebben. Elke jurk. Elke broek. Elk item dat verkocht wordt, dat geld wordt omgezet en dat geld wordt gestuurd naar China. Wanneer je bij Malen Roesemblad koopt, blijft dat geld hier. Tenminste, met qua buitenland met zijn bij misan in euro. Dus ik koop elke 2-3 maanden mijn chabigi laiko in euro, want ik laat mijn producten halen. Toch? Ik ga meer naar Europa met bij misan nu in Europa. Maar de Chinees, de goede niet nagesproken, die mannen hebben schulden gemaakt in China. En zij bieden ook meer aan voor die dollar, waardoor die dollarkoers omhoog gaat. Dus de regering moet erop letten. Ik weet dat de regering een beetje zwak staat. Want de oud ambassadeur van China, en nu komt het. Heb ik tijdens zijn verjaardag daar bij Pina. Heb ik Pina toch? En dan heb ik een man voor hij, die meneer van mij zorg. Heb dit is een wagen, hij pinaarde attacroefisman. Toch? Ik heb die man gebracht aan de Anton Drachtenweg pres bij de Chinese ambassade. Ik heb een uur gewacht bij de Chinese ambassade. Ago begiwa moni. Daarna van de Chinese ambassade pres ben ik gereden met die oud ambassadeur Atakroefisman. Ben ik geweest naar de Fanning SAB om daar wijn te kopen in dozen. Daarna heb ik hem gebracht om zijn voeten te doen ergens. Nam mi bereya mananga grijs figo Atakroefisman. Met hem hebben we ook die staking georganiseerd van Hanna's Leus. Met hem zat ik in de auto. Dat is om me bellen mananga sami bereya, maar goed jongens, jullie doen het goed. Nooit uno actie van vergunning. Nooit fini chance in man kon skop uno voor uno. En dat we dit nu gepresenteerd krijgen als samenleving. President, ik kies voor mijn land, hoor, ik kies niet voor u. Ik kies voor mijn land. Want de president heeft een bepaalde leeftijd bereikt. Ik was dichtbij. De alle respect. Ik weet dat het zwaar is. Ik weet dat het heel zwaar is. Vooral hoe Dino er niet is. Misabtakei hataman. Wees abede mitu. Je begrijpt. Het is pijnlijk om te zien dat je zoon daar in de gevangenis zit. Het is heel pijnlijk. Voor mij is het zelfs pijnlijk om te aanschouwen dat mijn zoon bijvoorbeeld met een drugsverslaafd meisje gaat. Begrijpt u? Het is pijnlijk om te zien. Begrijp je? Ik zie het, maar ja. Ik kan mijn zoon niet geven wat zij aan hem geeft. Dus dan houdt het op. Totdat zijn ogen open zijn. Het is pijnlijk om te zien. Want wie is wij draaien naar je boy?
En nu staat de president voor een heel groot probleem. En het lijkt echt erop dat deze bejaarde man alleen erachter staat. En dat is een hibie toch. Het is verschrikkelijk zwaar. Er worden leningen gesloten. We hebben nu meer dan 80 schulden aan miljoenen in het buitenland. De minister Hoefdraad is pas geweest om een overeenkomst te tekenen waarbij hij weer 20 miljoen dollar heeft genomen om de stad te rehabiliteren, president. President, de stad vraagt niet om gerehabiliteerd te worden. Er zijn andere brandende vraagstukken, president. 20 miljoen dollar. President, laat me niet horen na een tijdje zeg. Die 20 miljoen dollar waarvoor Hoefdraad getekend heeft. Dat het een andere bestemming heeft gehad. Volgens mij weet de gemeenschap niet eigenlijk voor wat voor ellende we nu staan. Want we blijven lenen. Maar ik hoor niemand praten over terugbetalen. Volgens mij die rente op al deze enorme bedragen gaan we niet terug kunnen betalen. Hoefdraad heeft pas 20 miljoen geleend. En dan moet u nagaan, president. Wel een soort dubieuze ondernemers ook kon naar een staatsarchitect en heel wat boefkundigen. Toch? En aan nietsnutters. Boeven, dieven, hyena's. No, dat is mijn begin praxeer van de moeite. Pres. En je hebt wel een wakamandra van een jas aan een das. Mensen, nog bij mij weer een boem eenpje. Kom ik op die reclame of atifo. Of een karikinho. De man bij mij ultima. De man bij sker ami, de man bij belle sukualibi. Die mannen zijn dicht bij u. De man weer jas aan een das nu. De man een wakamand, de man bij dit toe dat de man play echte man. Neemt u die 20 miljoen US dollar, president, alstublieft, namens de gemeenschap, zet u die 20 miljoen dollar in een fonds. Opkijken, president, want ik heb je ook geholpen. Toch? Mie je pie toe. Toen het afgelopen was, na mina nga dino ko je pie. Isaba neti ete ala de bodyguard, sabi. Mie ko je pie. En isab sumane mie isab takma dekati. President, isabi, ik ben u aan de Anton Drachtenweg komen helpen. Samen met uw zoon Dino. En daarom weet ik wat uw gemis is. Misabi. En off the record. Ik heb een ingeving gehad. President, ik heb een ingeving gehad. Moet ik het idee. Dat Dino is roto. Ik heb met mannen rondom u gesproken. Zeg me wat. Maar ze hebben me tegengehouden. Misschien moest het ook zo gebeuren. Kan de Dino bij me roto. Maar ik heb aan minister Reliefeld gezegd. Hij kwam zijn hoofd hier behandelen bij me. Ik heb aan minister Reliefeld gezegd, zeg. Minister. Abo is president ons rotte, jongen. Minister Reliefeld, tak jongen. Ex-minister. Tak feidu sabi, mi tak mikis wa ingeven, jongen. Amman tak soma na ju eigenlijk, jongen. Fei sabi. Mi tak mikis wa ingeven. Minister Reliefeld tegen mi tak, ma president, lobabo, jongen. Mi tak mi sabi, ma mo srotto. Zit kon je me met mijn longe plakkaman snel. Er is niks van gekomen, minister Reliefeld. Ik heb met Van Dijk Silos Harman gesproken. Abigimang. Afatlijke vrouw. Toch? Afatlijke vrouw. Ik heb met meneer Van Dijk gesproken. Hij kwam zijn haar hier knippen. Ik zeg tegen hem, look wan fasi Jimmy. Wan mino lolo mbaka de man. Dino is roto. Met je zo'n ingeving. Mijn lees van tekening. Dino is roto. Niks is van gekomen. En ik heb nog met iemand gesproken, president, die heel dicht bij u is. En toen ik heb gesproken met die persoon, president, heeft die persoon me gezegd, Marlon, dit is voor de president, Marlon. Ik zeg, denk met mij niet aan me, want aan me ben ik bel me, hoe ben ik ben op contact. Ik zeg, want ik Dino is roto, ik kon er dit lassen. If Dino Sroto, aman is ede oweri, aman ede no man dena wang, aman no man draya kondre, die man gaat verkeerde beslissingen nemen, die man gaat alles aan anderen overlaten, die man zegt wel, zegt ja, Dino heeft een bepaalde leeftijd. Rotzooi.
rotzooi, mij tegen president in Vieren. En vanaf toen begon het meer bergafwaarts te gaan met Suriname. Het begon bergafwaarts te gaan met Suriname. En dan vraag ik me af, zeg, als die mensen het zo met u menen, zeiden de mannen tegen dat, hé, pres, amasa ko jepi aan niet die jongen aan de Brunswijk. Amasa sluipen ko jepi, commando ko jepi, lap niet die. Amanda Abifano doet dringend, want ik heb ze nooit om wat gevraagd. Ik heb ze nooit om wat gevraagd. Ik heb nooit om een politieke functie gevraagd. Alles wat ik nu heb opgebouwd, heb ik uit eigen zweet opgebouwd. Daarom, mij kan dat vreemd, mij kan van jou ding, nou, zomaar kan durf. Jenny Simons kwam over de vloer, ik heb die foto's hier. Ik heb die foto's hier. Vanaf ze gekozen is, ze belde me de hele dag. Vanaf ze gekozen is, is ze nooit meer in de kapsalon gekomen. Dei na boente. En dat je plei mooi weer ja volk, zeg ja, het wordt goed. Het wordt nooit meer goed. Er is weer een pastor die zegt, ja, investeerders staan in de rij. Steve Meyer. Hij zei, je weet, ik noem geen namen makkelijk. Maar je zat ten vier karne na met karne. Steve Meyer, toch? Zat etje 6000 SRD. Waarom moet je Steve Meyer 6000 SRD geven? Waarom? Die man krijgt al een tiende van die mensen die naar de kerk gaan. Zeg dan mij te kamoni. En alsof dat niet goed is, heeft die man een concessie. Wat voor rotzooi is dat? En het is niet mij alleen die dat geld krijgt. Er zijn meerdere voorgangers die dat geld, die 6000 SRD innen, maar weer daarmee in nomo. Begrijpt u? Mij zegt, mensen gaan in de rij komen, investeerders. Bedoelde mij die rijen van de gemeente Lensweg voor het gebouw van sociale zaken? Bedoelde hij dat? Dat zijn geen investeerders. Dat zijn mensen die pinaren. Smana monif tjanyangwa mofo. En u leeft in alle luxe. Dus ik mag wel luxe hebben nadat ik dood ga en nadat ik naar de hemel ga. Daar kom ik in het paradijs. En u leeft hier in het paradijs. En hier pinaar ik. Mini tjera wa mine pinaar. Je bent bezig de boel voor de gek te houden. Begrijpt u? Ala jurie begi die president, je begi die president. Maar het gaat bergafwaarts. Dat doen we een traggebed kan. De president moest ook een moslim of een hindoe. Voor kon begidi. Want is het dat amand is hij. Nou voor de gek de man is hij hoort dat. Adesa dat ook raak. Adesa dat ook openbaar inschrijft. Want hij heeft het telkens erover dat God op de wolken gaan komen. Amap een e-mailadres voor dat. Die man liegt. Ik durf het te zeggen. Hij liegt. Hij zit in de goudhandel. Die man leeft in alle luxe. Ik durf. En tijdens de politieke onderhandelingen, Brunswijk kan Steve Meyer vaya, vasanga deze revie. De samenleving weet het niet. Ik heb in een vroeg stadium heb ik gezegd aan die mevrouw hier van Bribi. Die mevrouw van Bribi is een mevrouw waarvoor ik respect heb. Want de wijlen dochter Ragna heeft bij mij gewerkt en ze heeft les van me gekregen als kapster. Ik heb in een vroeg stadium aan die mevrouw gezegd waarmee meneer Meijer bezig is. Ik heb er gezegd en dat het niet goed gaat in het land. Ik heb er gezegd. Ze weet dat ze is op de hoogte ervan. Ze kwam ook haar haar doen in de kapsalon. Maar waarom moet het zo zijn dat wanneer een burger, een hardwerkende burger, een andere mening op nahoudt op een gegeven moment. Want ik kan gewoon zitten, liepen aan een vrouw en op een gegeven moment je ziet dat een vrouw casino verslaafd. Op een gegeven moment je loest een vrouw. De hele regering, ze zijn of casino verslaafd, of ze zijn alcohol verslaafd, of ze zijn drugs verslaafd. Die kun je niet nagesproken. We weten dat hoeveel geld die mannen, hele families die in de regering zitten, zitten ook in de casino. En daarom zeg ik dat geld heeft geen zegen toch? Dat geld kan nooit zegen hebben. U gaat niet zien wat u gaat doen met dat geld. Dat geld wat u heeft gestolen van deze samenleving is vervloekt geld. En daarom durf ik vandaag namen te noemen. Dan laat iemand me antwoord geven. Waarom staat Jenny Simons niet achter hem? Er zijn zoveel andere parlementariërs. Waarom staan jullie niet achter die man? Het is zwaar voor hem. En ik weet dat hij niet gaat zakken. Er komt wel een moment dat je gaat moeten zeggen,
Gemeenschap tot hier en niet verder, mino mamoro. De tijd is niet ver, de tijd nader. Maar laat het zo zijn, president, dat dat moment dat u bedankt, dat u met schouderklopjes weggaat. Want u gaat een dagje moeten bedanken. Die dag komt. Niemand is onmisbaar in deze wereld. In het paasweekend hebben heel wat standhouders onder de centrale markt verliezen geleden als gevolg van inbraken. Dat is ook gisteren het geval geweest. Wij van de TBN Prime Alert confronteerden marktmeester John Lekton hiermee. Hoe het steekt met dat stukje veiligheid naar de standhouders toe als er toch wel wordt ingebroken onder de markt. En daar wij toch ook wel weten dat wij de politie hebben onder de markt. Ook nog de BBS'ers die de wacht houden op de markt. Hoe is het dan toch wel mogelijk dat er wordt ingebroken? We spraken hem hierover en hij vertelde ook over zijn grootste plannen welke hij heeft met de centrale markt. We voeren u naar het vraaggesprek met de pas aangestelde marktmeester John Lekton. John Lekton, marktmeester van de centrale markt. We hebben wat klachten gehad van enkele standhouders dat er in het paasweekend bij hun in hun stands is ingebroken. Ook nog gisteren hebben we wat bezorgde standhouders gehad die ons hebben aangegeven dat er ook bij hun is ingebroken. Wat kunt u ons hierover vertellen? Zo, ik ben een geval hier aankomen treffen. En dat is Poros politie bewaakt binnen. Ze hebben een kantoortje binnen en een ingang en uitgang binnen. En de BBS'ers die bewaken buiten. En ik heb met ze gesproken. En ze hebben gezegd dat de leiding voor mij gevraagd heeft dat ze 10 uur werken. Want ik zie op papier dat ze 24 uur moeten werken, want zij bewaken buiten. Dus ik heb de DC gevraagd, dat hij tot hun superieuren praat, dat het weer 24 uur bewaakt wordt. En inderdaad, want al die inbraken ben ik hier geweest. Een keertje 3 in de ochtend, een keertje 4 in de ochtend. En eergisteren was ik weer hier. Hebben ze weer ingebroken. En het kost die mensen bulken geld om weer te repareren en om preventie te plegen. De markt zit ook vol met onverlatenen. En ik heb ook gesproken, gisteren hebben we een vergadering gehad met de heer Jeffrey van Markt Zuid. Hij beheert Markt Zuid en Kwaku Markt. We hebben samen gesprek gehad met de DC. Dus dat die junkies hier niet meer vertoeven. Want ze zijn de hele dag hier. Het is leuk voor die standhouders. Ze helpen die mensen voor een happenkras. Maar dat is een megabrokkouwer, dus ze moeten uit de markt. Ik hoop dat ik kwalijk genomen word. Maar hier wil ik ze niet huisvesten, want continu zijn er inbraken. Dus op dat gericht, ik ontken dat er niet ingebroken is. Inderdaad, ingebroken. Daarom ben ik ook vaak hier s'avonds. Ik ben dag en nacht hier. En ik kom thee on thee. Omdat de markt even open gaat om 7 uur, dat die mannen hun lading komen lossen. En dan gaat hij 10 uur dicht en dan is hij weer open. De politie is er, de SWB is er, maar de SWB moet gewoon gaan blijven tot 10 uur. En de DC is druk doen door dat te organiseren. DC nergens. Ja, maar we merken, heer Lekton, dat u camerabeelden hebt. Hoe is het toch wel mogelijk geweest dat er is ingebroken? Zo, ik heb camerabeelden hier. En ze hebben dus langs de rivier hebben ze doorgesneden en die camera's meegenomen. De DC is ook drukdoende om ze weer te plaatsen, omdat ze erg onkundig geplaatst worden, uit mijn opinie hoor. Omdat je geen camera gaat plaatsen op handbereik, dus ze moeten op palen staan en daarmee zijn we ook allemaal bezig. Ze moeten lekker hoog zijn, de bedrading ook, zodat die camera beveiligd wordt, dat hij ons kan beveiligen. Want ze zijn doorgeknipt geworden, anderen zijn verwijderd, zodat die mannen hun gang kunnen gaan. Maar is het intussen zover dat er met de leiding van BBS is afgesproken dat ze nu al tot later de wacht hier houden? Ja, zeker is dat gebeurd. We maken geen grappen daarmee. Mensen moeten in haven goed kunnen beschermen of het moet beschermd worden. En de DC heeft dat reeds gedaan. Maar we moeten ook eerlijk zijn, ze zijn even onderbemand. Maar er is beloofd dat ze hard hun best gaan doen om ons nog een paar mensen te geven. Zodat het dag en nacht 41 uur beschermd wordt. Ze zijn echt flinke heren. Maar de ondersteuning moeten ze echt goed krijgen. Ja, maar de inbraken hier op en onder de markt, is dat nieuw? Ik ben de hele dag onder de markt. Ik praat tot iedereen, standhouders, iedereen, belangengroepen. Ik ben constant. Dus voor ik boven kom, maak ik mijn ronde. En door de dag ook. Ik wil constant, want ik ben ook bezig met die mensen te organiseren. Ik wil participatie hebben straks, als ik de markt ga wassen.
En ik vraag zo van wanneer het de juiste tijd is om de markt te sluiten. Dus ik ben constant met ze bezig. Ik help ze ook even harken, weet u. En ik maak ook plannen met ze dat we zakken gaan zetten in een vergunningsvoorwaarde. Er is heel lang dingen hier gedoogd. Niemand heeft een zak om hun vuil te verwerken en vuil van hun klanten. Dus daarmee ben ik ook bezig. Maar het zijn belangengroepen, maar ik praat ook bilateraal met die mensen. En ik wil in contact met die mensen zijn. Zo, daar heb ik hier geen spreekdag en spreekuren. Zodra ik hier binnen zit, mag iedereen binnenkomen. Want ik wil een idee hebben. Ik wil een team met hun maken. Dat is mijn manier van werken. Ik wil een team met hun maken. Om deze markt naar grotere hoogtes te tillen. Ja, toen we hier binnen stapten, heer Lekton, hebben wij een bord gezien. Met een bekendmaking van herregistratie. Jullie beginnen daarmee? Ik moet daarmee beginnen. Omdat ik het gevoel heb. Ik wil hier praten van die mensen voor me. Ik heb het gevoel dat meer dan 100 mensen hier gewoon verkopen zonder geregistreerd te zijn. En meneer Ganes, de DC, ik heb een afspraak dat we deze markt gefaseerd gaan rehabiliteren en restaureren. En die penningen zijn heel laag. Penningen zijn nog eens 4 cent per meter. Maar geeft niet, dat is des president, hij doet het per resolutie. En, maar elke 4 cent wil ik hebben. Elke entreegeld wil ik hebben. Elke taxigeld wil ik hebben. Elke parkeeravond geld wil ik hebben. Dus entree van die heren die binnenkomen. Ik ga ze allemaal registreren. Ze krijgen een kaart. En we gaan met strippenkaart worden. Want hier heb je veel mensen. Niet alleen van de staat of weinig van de staat. Je hebt meer particulieren die mee belast zijn. En ze worden gewoon betaald daaruit. Dat wil ik niet hebben. Al dat geld moet in de pot van de DC gaan. Zodat de DC samen met ons de markt kan rehabiliteren. Niet dat alleen, maar dat hij ook sociaal projecten kan organiseren. En die resorten die onder hen vallen. Dus het moet een win-win situatie zijn. We hebben een parkeeravond hiernaast waar die marktventers parkeren. En daardoor genereren we weinig, want ze staan de hele dag voor 5 gulden. En ik wil de markt weer aantrekkelijk maken en mogelijkheden creëren. Dus we zijn doende, dat is een examen, waar we die marktventers kunnen laten parkeren zodat klanten af en aan kunnen gaan, zodat meer mensen de markt kunnen bezoeken. Want parkeren is echt een heikel punt van de markt, dat de markt die bezocht wordt. En we willen hebben dat die bezoekers moeten kunnen parkeren. En als ze af en aan rijden, dan kunnen we ook meer genereren, zodat we meer kunnen doen voor de markt. Ja. Een ander punt, welke de DC die dag aankaarten, is dat van overbeladen stroom en water hier. Dat heeft ook uw aandacht? Natuurlijk heeft het zijn aandacht. Ik ben zo een klusjesman. Als ik naar beneden ga bij die zekeringkast, zijn bepaalde Friese kwam. Omdat er hier een situatie is, ik hoop niet dat IBS luisteren, maar daarmee zijn we ook drukdoende met de DC, met die mannen van Texas, is hier zowel het commissariaat. Omdat iemand een vergunning heeft om een steen te houden, hij gaat gewoon naar zijn fluorescent lamp en hij trekt de kabel naar beneden. En dat heb je een waterboiler, heb je een microwave op, begrijpt u? Dus de markt is echt overbelast. Maar de DC is ook doende dat iedere groot verbruiker of gebruiker hier een eigen meter krijgt. Maar de Oosteling, ik heb hem gebeld, de DC ook, en hij is ook hier met zijn mannen. Ik bedoel, zijn mannen zijn ook hier om te kijken dat die grootwaterverbruikers, gebruikers, hier een eigen meter krijgen, zodat het minder gaat drukken op het budget van de staat. Dus we zijn bezig, dus dat zijn dingen dat we gelijk aan willen pakken. Maar u weet, maar de Oosteling is een snelle man. De DC is bezig met de heer Parmisser om die meters aan te sluiten. De DC heeft ook een machine als backup. Hij heeft me verteld dat hij het ook in wil zetten. Dat is voor ons ijsfabriek, maar dat gebruikt enorm veel stroom en dat wil hij voorlopig plaatsen. Maar zijn dingen hier verschrikkelijk uit de hand gelopen. Je hebt bijvoorbeeld hier een ijsfabriek. Ons, en we hebben hydrofoorzien, is ook een probleem met water. En ik kan het niet hebben dat de markt geen water heeft. Dat de hele dag door. Ons hydrofoor, die pompt water voor die massa die Rotein. Omdat de ijsfabriek verdomd veel water gebruikt. En daar heb ik geen water in, dus ik heb mijn Oosteling gevraagd om een aparte lijn voor die man te trekken, een aparte meter, want hij betaalt geen water, maar betaalt geen licht. Ik wil de markt niet bespreken, of ik weet niet of ik dat mag doen, maar ik wil mensen informeren. Een slagerij bijvoorbeeld betaalt 300 SAD voor elektriciteit per jaar. En dan heeft die man 5 diepvriezers, die man heeft een koelkast, die man heeft geavanceerde machines. Dus de markt is eigenlijk, de overheid is een dief van zijn eigen zak. En die man betaalt 25 SRD, dacht ik, per jaar of per maand voor zijn stand. Begrijpt u? Ik wil geen tiran hier zijn, maar ik wil redelijk blijven. Dus we zijn bezig om speaking te met allemaal.
als een marktventer voor me klaagt, ik zeg van wat betalen per meter, is hij bang om te zeggen dat hij 4 cent betaalt. Wat doet u nu met 4 cent? Maar dat wat ik zei, ik ga plannen maken, wetsverorderingen, samen met de DC en de districtraad, zodat we het in kan dienen dat er verandering aankomt. Maar de markt moet zichzelf kunnen bedruipen. Ik weet dat de markt een sociaal plaats, gezien wordt als een sociaal plaats. Maar, het is business. Toch? Men doet business hier. En daarom wil ik hebben. De markt moet schoongemaakt worden. De markt moet fris worden. De markt moet voldoende parkeerruimte hebben. En dan denk ik dat die marktventers ook geen probleem gaan hebben om een beetje meer te betalen. Begrijpt u? En zodat de markt bling blijft, dat die blijft klimmen en het toeven is voor iedereen. In uw vorige hoedanigheid hield u van het woord integrale aanpak, dus dat gaat u ook hier doen? Natuurlijk ga ik het doen. Ik heb al afspraken met de brandweer. De brandweer heeft een grote tankwagen en het mag niet leeg zijn. Zoals we weten heb ik ook afspraak met meneer Oosteling, die een grote tank net ernaast plaatst. Dus hij wordt constant gevuld, want als een brand uitbreekt, moet hij gelijk uit kunnen rukken met een volle tank. Dus we zorgen dat die tank constant vol is. En nu zoek ik ook participatie van die standhouders. Ik moet BOG nog bellen om te spuiten, maar ik heb ook een opleiding gehad om te spuiten. Bestrijden tegen ratten, kakkelakken, mieren, noem maar op. Ongedierte heb ik ook een opleiding van gehad, dus dat ga ik zelf doen. Omdat het minder moet gaan drukken, de kast van de DC. En dat ga ik zelf doen. Ik ga het materiaal voor mijn koorie afspraken zijn. En ik ga het zelf doen met die heren van Technische Dienstcommissariat en van de markt. En we gaan zelf spuiten ook. Maar onder begeleiding van biologie natuurlijk. En dat gaat heel gauw gebeuren. Dus we zijn bezig. U kent me. Ik hou niet van wachten. Ik word door mijn familie genoemd. Pawante. Alles moet gelijk gebeuren. Maar georganiseerd en gestructureerd. En daarmee ben ik even bezig. Het irriteert me al hoe dingen nog niet rond is. Maar we moeten ook rekening houden. Die mensen moeten geen inkomen gaan derven hier. Mm-hmm. Begrijpt u? Omdat nu denk ik aan bijvoorbeeld 1 mei. Dan hebben we, dan kan ik zaterdagavond beginnen. Zondag, maandag is een vrije dag. Ja. Weet u, en als er een kleine rest is, kan ik nog in de avonduren doorgaan. Door de week. Dus we hebben plannen voor 1 mei. Dat we de markt schoon gaan maken. Maar iedereen moet geïnformeerd zijn. En iedereen moet meewerken. Zodat we sneller klaar zijn als je meewerkt. En daarna gaan we afspraken maken dat iedereen een zak heeft. Om vuil in te doen. Met wat ik zei van hun klanten en hunzelf. En er zijn grote tonnen. Ik moet nog een paar wielen kopen. Dat doet de DC voor mijn maandag. Dat we die tonnen kunnen maken. Want we hebben hier een fenomeen. Die kruiers die pakken die wielen van die grote tonnen. Maar ik ga initiaal laten lassen op die wielen zelf. Zodat ik het kan herkennen dat ook tot het verleden kan gaan behoren. Zodat want we hebben een heleboel tonnen die niet gebruikt kunnen worden, want ze hebben geen wielen. Dus dat gaat ook geplaatst worden. Dus je pakt gewoon je vuil en dat dump je in die grote ton. We hebben hier een bedrijf dat elke middag schoon, de markt elke middag schoonmaakt. Mm-hmm. En tot nu toe wordt het perfect schoongemaakt. Ik mag niet jokken. Mocht het goedgekeurd worden, dan krijgt Suriname binnenkort een nieuw traumateam onder leiding van Anand Doekie. Hij is paramedic, first responder, daarnaast ook piloot en kaderinstructeur. Hij heeft er bijna kennis van 25 jaar, kennis en ervaring van 25 jaar liggen in Nederland. En dat wil hij nu ook in Suriname toepassen met het hebben van een traumateam met ambulances, helikopters en ook nog een speedboot. We spraken met hem hierover, omdat hij nog niet al zijn plannen kwijt wil, is hij toch niet wel diep ingegaan op alle vragen welke wij hem stelden. Maar dit is toch wel alvast een eerste kennismaking welke wij hadden vandaag met dit nieuw op te zetten traumateam. Goedendag. Goedemiddag. Ja, uw naam graag? Anand Doekie. En heer Doekie, u bent arts in het dagelijks leven? Ambulanceverpleegkundige, gespecialiseerd in de traumazorg en daarnaast piloot op een van de traumahelikopters. Wat is de bedoeling? We zijn bezig momenteel de laatste hand te leggen aan een traumaservice. Daarbij kunnen we patiëntenzorg bieden voor geheel Suriname. En een stukje emergency service in de vorm van helikopterservice, air ambulance of de ambulance zelf. Waarom? Het is noodzakelijk gebleken voor Suriname, want de aanrijdtijden voor Suriname laten vaak veel te wensen over.
En de delay die daardoor ontstaat, heeft weer gevolgen voor de revalidatie, et cetera. Anderen hebben geprobeerd, voor u geprobeerd. Het is u niet gelukt. Waarom denkt u dat het u zal lukken? Nou ja, ik weet niet of het mij ook zal lukken, maar we gaan sowieso proberen. Ik heb de ervaring vanuit Nederland, ruim 25 jaar ervaring. En we proberen dat nu hier te gaan voortzetten. En welke cijfers vindt u toch wel schrikbarend in Suriname? Goed, die informatie is, zijn we nog aan het onderzoeken. Maar daar zal te zijner tijd zeker wat meer over bekendgemaakt worden. Hoe zullen jullie opereren, mochten jullie het groen licht krijgen? Goed, we zijn dat nog aan het, we zijn laatste hand aan het leggen daarop. En we komen uitgebreid daarover terug, mocht het zover zijn. Maar we verwachten nu binnen 2 en 3 maanden operationeel te kunnen zijn. Ja. Maar waarom zullen jullie opereren? Een ambulance en waarom nog meer? Ambulance, helikopters en een ambulanceboot. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Er is, mensen zeggen in feite niet een markt ervoor, maar er is wel ruimte ervoor. Absoluut. Mensen blijven ziek worden, mensen zijn hulpbehoevend. We hebben vaak niet in onze eigen hand. Dus de noodzaak is er, absoluut. En het team dat hierachter zit? Vooralsnog ben ik het team aan het organiseren. En het zal een team zijn vanuit Nederland. Deels vanwege de apparatuur en de medicatie en de deskundigheid. En tezijdertijd worden de Surinaamse artsen daarin geschoold. We zijn nu al bezig om de HAJO's, huisartsen in opleiding, en de doktersassistenten te scholen. Verpleegkundigen te trainen in CPR met AED gebruik. We geven trainingen in de vorm van EHBO en BFV. Dus langzamerhand krijgt het vorm. Jullie zijn er vandaag hier bij Matagouri. Is het de eerste keer? Dit is de eerste uitnodiging die ik heb mogen ontvangen. Ja, ik ben met plezier hier naartoe gekomen. Ik zie dat mensen zijn heel enthousiast. Ik geef ze wat tips en tricks over medicatie, over de houdbaarheid, hoe ze zelf de controles kunnen doen en wanneer ze alarm moeten slaan. Je zei, je bent bezig dat team samen te stellen. Dat stukje deskundigheid is wel in huis? Absoluut. Ik zei net al, we zijn al 25 jaar in Nederland bezig met dit product. En dat willen we eigenlijk voort gaan zetten in Suriname, want in hart en nieren ben ik Suriname. En als het lukt, hoe groot zal dat team moeten zijn? Goed, we starten altijd in het begin met 1 helikopter en met 1 ambulance. En tezijnertijd moeten we gaan uitbreiden naar diverse locaties. Ja, maar waaruit denken jullie te zullen opereren? Sowieso Paramaribo te starten. Ja. De politie van het resort Waaldijk heeft op 17 april van dit jaar een R ingesloten voor feitelijke aanranding. De verdachte heeft zich op de bewuste dag te goed gedaan aan alcohol en deed daarna het adres aan van zijn ex-vriendin. De vrouw die het dronken gedrag van R kent, snelde de woning in en verschool zich. Toen R de vrouw niet kon vinden, vergreep hij zich aan een minderjarig kind van de vrouw met een lichamelijke beperking. De moeder deed aangifte bij de politie die de verdachte opspoorde en aanhield. Na afstemming met een lid van het OM is er ingesloten. U weet het, wanneer het op jeugddammen aankomt, dan timmert Jofewa toch wel heel hard aan de weg. Of dat nou gebeurt met onder auspiciën van de Dambond of niet, of dat nou met minimale sponsoring is, nou, voor de jeugddammers proberen zij toch wel altijd wat te organiseren. Nou, zo is er dan nu jeugddamwedstrijden gaande. Men heeft als locatie kunnen krijgen SGS Scholencomplex aan de Pandit Paltantewariweg op de hoek van de Pandit Lalleweg. En dit zal nog volgende week zaterdag worden voortgezet, waarna gelijk de winnaars bekendgemaakt zullen worden en de prijzen uitgereikt zullen worden. We spraken vandaag hierover met de coördinator van Jofewa en dat is dan de heer Himraj Bastil Singh, die toch wel vertelt over hun damactiviteit van vandaag en volgende week, maar ook gelijk een oproep doet aan meerdere jeugddammers om hieraan te participeren, omdat de inschrijvingen daartoe nog steeds mogelijk is. Heer Himraj Bastil Singh, coördinator van Jofewa. We zijn er vandaag hier op SGS in het kader waarvan? We zijn vandaag met schooldammen, toernooi en alle jeugddammers dat eigenlijk in Suriname dammen, hebben we via de medium uitgenodigd. Persoonlijk alle damverenigingen, hun jeugdgroepen uitgenodigd om een jeugddamkampioenschappen te organiseren, nationale scholendamtoernooi. De bedoeling was ook tegelijk meenemen districtdamkampioenschappen,
wat we altijd doen, school- en district damkampioenschappen samentrekken. Dat we afgelopen 6 jaar hebben gedaan. Maar gezien de financiële situatie waren we niet in staat om de kinderen verblijf en voeding te geven. We hebben aangeklopt eerst bij de Surinaamse Dambond, wat eigenlijk de motor is van de damsport in Gebeuren, zou moeten zijn. Toen het bleek dat ze eigenlijk demissionair zijn. En de Dambond bestaat 65 jaar afgelopen 7 april. Kunt u voorstellen dat we onze jeugddammers niet in de steek kunnen laten? We zijn al bijna 10 jaar bezig, vanaf 2007 tot heden. Voor mij was de heer Rudy Asimula bezig op de Vrije School, heel actief. Mm-hmm. En vanaf 2010 wil ik u een artikel wijzen waar we echt actief zijn betrokken als Jofewa. Dus met die oude spelers zoals die Lionaars, dan waren er die Bhagwandas, Powen. En toen werden we al kampioen vanaf 2010. Mm-hmm. En zo zit u, en op die manier hebben we gedacht, wat kunnen we toch eens doen? We willen van uw medium de 2 sponsors bedanken, Haye de Vries die heel actief is. In het bijzonder de directie, de heer Hira Singh, Chandu Singh, beide. Mm-hmm. Ze steunen, dragen een warme hart aan het sportgebeuren in Suriname. Daarna een vrouw, mevrouw Mariam Elias, een zekere vrouw, u hebt ook haar geïnterviewd, van Brazilië. U ziet, er zijn meer buitenlanders dan ook Surinamers die een warme hart het sportgebeuren dragen. Maar ze willen dat de Surinaamse jeugddammers groeien in het sport. Hè? En hoe beter ze worden, hoe sterker ze spelen, zijn ze meer bereid te geven. Dus daarom hebben ze ook gevraagd, wil ik tegelijk zeggen, maar we zijn niet in staat te doen dat een Amerikaanse damkampioenschappen dit jaar in Suriname georganiseerd zou worden. Mevrouw Mariam uit Curaçao zegt, ik stel $3,000 ter beschikking. Dus we moeten met overheid, dambond, damverenigingen vragen hoe we nog de potentie en of we in staat zijn als Suriname het damkampioenschap van Amerika's in Suriname te organiseren. Hoeveel jeugddammers heeft u dan vandaag hier kunnen krijgen? We hebben maar nauwelijks, je kunt straks filmen, het is maar 45 geluk, toch? En het zijn dammers van 3 districten, Paramaribo, Wanica, waar we Wanica heel actief zijn. En een beetje Ran, Wanica, en dat is van Para, 4 spelers van Para. Maar dat is niet genoeg, zeggen we. Dus volgende week hebben we al besloten 2 districten nog te participeren. Kommerwijnen en Nikeri, de heer Raghu. Ze hebben laatst in december deelgenomen, maar het ministerie is ook bereid gevonden. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken, de heer Blokland, heeft al toezegging gedaan. Verblijf en warme maaltijd wil hij op zich nemen. Dus we hebben eerst Raymond Sapoen gevraagd om die warme maaltijd vooraf vandaag. Hij heeft tot en met 2016 gedaan. Hij zegt, hij zit ook in een precaire situatie. Maar kijk, als mensen je niet staat zijn om te sponsoren. Kijk, we hebben wel koekjes, bollen gehad van de sponsoren. De prijs is al alles veilig gesteld. We konden de kinderen helaas vandaag geen warme maaltijd geven. Dus daarom hebben we de verre districten. Omdat, kijk, je kan niet verwachten dat corona niet keer komen. Vroeg morgen. En dat we ze een warme bordje niet kunnen geven. Dus daarom hebben we vandaag afgezien. Maar 29 van hieruit wil ik een oproep doen via uw medium. Alle kijkers die kijken. Ouders. Alle damactoren. Dat ze hun kinderen hier op SGS. Scholengemeenschap. Senatendherm, Pandit Paltan Tewariweg, Lalauweg, volgende week 29 april hier sturen, dat ze hun kinderen kunnen dammen. En de prijzen zijn, de kampioensgroep krijgt $300 met een eigendomsbeker, de semi-kampioen krijgt $150 met een eigendomsbekers, en voor de 3e plaats is er een troostprijs. In groep A, dus bedoel ik VO J, nemen er vandaag 4 groepen deel. In de GLO-groepen nemen er 5, dus we moeten nog 6e gaan formeren. Dus totaal zijn er 10 x 4 kinderen, is ongeveer 40 kinderen en er zijn nog 2 vrij. Ja, dus dit zal over 3 weekenden gehouden worden? 2 weekenden, dus volgende week nog. En dan sluiten we tegelijk met de prijsuitreiking 29. We zijn alvast de dammers die hier aanwezig zijn, willen we ze ook bedanken, de ouders, de scholen. Misschien zijn we laat met de promotie gestart en dat is eigenlijk begonnen afgelopen. Dat was 8 april. Misschien is het ons omdat we hadden de middelen niet. Maar 1 april was het geld uit Curaçao gestort. Dus toen zijn we direct gestart. Toen heeft Haye de Vries is ingekomen. Toen hebben we nog de parlementariër van Wanica eigenlijk betrokken. Daarom ziet u, we hebben de kalender van
2017 niet kunnen uitgeven. Wat we vanaf 2011 gewend waren om de hoogtijdagen van alle activiteiten van afgelopen jaar in die kalender te vermelden. Toch? En met alle activiteiten. Dus dat zijn maar. Ik denk dat Jufewa samen met alle dammers, damactoren, dat we in 1 juli weer een actief damactiviteit ontplooien naar deze. Maar ik hoop dat volgende week alle luisteraars en kijkers die op dit moment kijken en luisteren naar televisiestation Trisul, dat ze echt die oproep volgen en dat ze 9:30 volgende week present zijn. Een gemengde eenheid heeft tijdens een mini-roadblock in het resort Uitvlucht op 17 april van dit jaar de 38-jarige Gino H. aangehouden. Gino en zijn bijrijder zijn tot stoppen gesommeerd. De inzittende werd gevraagd uit het voertuig te stappen. Alvorens de wetsdienaren overgingen tot het fouilleren, gaf Gino aan een vuistvuurwapen met 8 scherpe patronen in zijn bezit te hebben. Het blijkt niet in het bezit te zijn van een vuurwapenvergunning. Het wapen en de scherpe patronen zijn in beslag genomen. Na afstemming met een lid van het OM is Gino heen gezonden. Lions Club Quatta die heeft er vandaag hun jaarlijks terugkerend seniorendag georganiseerd. Nou, het wordt al enkele jaren georganiseerd en men probeert dan de traditie voort te zetten. In Stichting de Matagouri zijn bijkans 200 senioren burgers aangenaam bezig gehouden. We spraken hierover met Lions Club Quatta president, de heer Raj Narayan, als ook met enkele senioren burgers om toch wel van hun te horen of zij genoten hebben van deze seniorendag van Lions Club Quatta. Raj Narayan, president Lions Club Quatta, jullie laten wederom van zich horen, wederom een activiteit. Ja. Vandaag hebben we onze seniorendag. Dat is al een tijdje geleden gepland. Je weet, Lions Club Quatta bestaat 25 jaar. En er zijn een paar projecten die we jaarlijks uitvoeren. Vanaf het begin van Lions Club Quatta. Kinderdag, onze schoolproject. En natuurlijk seniorendag. Dat staat hoog op de prioriteitenlijst. En vandaag is het zover. We gaan ook naar andere buurten hoor. Dus jaarlijks kijken we naar welke locatie we gaan. En we houden ons niet echt alleen bezig met Quatta gebied. Er zijn mensen hier van Wintiwai, van Pat van Wanika, van Highway, noem maar op, van overal, van Noord, van Zuid. En we brengen ze bij elkaar en we geven ze een hele mooie dag. En ze krijgen natuurlijk ook wat presentjes mee. En ze zijn hier. We hebben een gevarieerd programma gehad vandaag. En ze vonden het leuk. Ze hebben meegedaan, we hadden Asago. We hadden de Storyteller Pool, we hadden dansgroepen, we hebben straks de combo hier, Vervuurs combo. Dus ze komen aan hun trekken, maar we hebben direct daaraan gekoppeld dat ze onder deskundige begeleiding na kunnen gaan met betrekking tot bijvoorbeeld hun bloeddruk, etc. Je ziet de ambulance hier achterop, dus ze kunnen ook voor advies van hoe zit het hier misschien. Je weet, sommige mensen gaan zelden naar een huisarts. Dus hier hebben ze de mogelijkheid om daarnaast ook toch te gaan voor wat advies. Voor een bloeddrukmeting, voor een andere meeting, maar ook van dat gebeurt, wat kan ik doen, etc. Dus het is een medisch project en een seniorendag samen. Ja. Is het een jaarlijks terugkerend project? Ja, het is een jaarlijks terugkerend project. Sinds het ontstaan van Lions Club Quatta 1992. En we gaan het voortzetten. Dat is de bedoeling. Ja. Hoeveel bejaarden hebben jullie hier om en bij? Nou, ik ga me voorzichtig uitdrukken, senioren. We hebben ietsje meer dan 100 senioren hier. Met begeleiders, met Lions, met Leo's. Dus we zijn ongeveer hier met 200 mensen. En ze komen uit verschillende bejaardentehuizen of seniorentehuizen? Ja, maar meer nog uit verschillende buurten. Mm-hmm. En ze zijn hier. En je kan zeggen, ze komen van verschillende orden. En u kunt het een succes noemen deze dag? Oh ja, het is een groot succes. De chairman heb ik toevallig een kwartier geleden gezegd, Winojit Nenasing en Arun Hardin van het is geweldig. Goede opzet, er zijn wat nieuwe dingen. Weet je, ze brengen verandering van hoe het altijd is geweest ervoor. En dat is goed.
Het is een gevarieerd programma. En de mensen vinden het ook leuk, want er zijn bepaalde mensen die het al eerder hebben meegemaakt. En ze hebben gezegd van, hey, nice, weet je, gevarieerd programma, iets anders ook. Het medisch aspect is nu bijgekomen ook. Dus ze vinden het heel leuk, ja. Ja. Waarom vinden jullie dat jullie dit terug moeten doen voor de seniorenburgers? Eén, historisch, we doen het altijd. Twee, ik vind dat als je categoriseert hulpbehoevenden, dan komt het automatisch in dat je drie categorieën hebt. Hè. Dat zijn echt de jongeren, kinderthuizen, et cetera, weeskinderen, de ouderen en de schoolgaanden. En het is speciaal deze groep van mensen die wij altijd heel hoog op onze prioriteitenlijst zetten. Aan het begin van het fiscaal jaar bij de Lions is 1 juli, weten we dat ergens in het jaar er een seniorendag komt. We plannen dat. Het is gewoon vast. En we gaan het blijven doen, want wij vinden dat het de senioren zijn geweest die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Toch? En wij zetten het voort weer. Ja, toch? Wij hebben nu de taak, toch, om de ontwikkeling voort te zetten, maar hun niet te vergeten. En daarom dat we ze brengen van, hey, we zijn er nog. En we denken aan u en we danken u voor uw bijdrage. Wat komt er allemaal bij kijken, heer Narijn, bij het organiseren van een dergelijke dag? Oh, nou, ik kan je zeggen dat de commissie nogal heel hard heeft gewerkt. Op de eerste plaats logistiek, alles in orde brengen. De tijden afstemmen, de mensen die moeten komen. Je denkt aan veiligheid. Je denkt aan een heleboel dingen. Je denkt aan een gevarieerd programma. Iedereen heeft zijn eigen ideeën. Weet je? En uiteindelijk moet dat gegoten worden in een draaiboek. En ik mag u zeggen dat die commissie nogal wat uren heeft gezeten natuurlijk om dit alles in elkaar te zetten. Mijn dank hoor. Alvast mijn persoonlijk dank. Ik heb met bewondering gekeken naar hoe ze de zaak hebben aangepakt. Er zijn wat nieuwe Lions. Er zijn gekomen met wat nieuwe ideeën. En je weet, oud gaat niet zo makkelijk zijn met nieuw gelijk. Ja, ja. Maar we hebben gezien dat wat nieuw heeft binnengebracht, heeft geresulteerd in een meerwaarde. En daarom ben ik een beetje trots als president dat de nieuwe Lions samen met de andere Lions samen een product hier hebben gezet, een programma hier hebben neergezet, waarop we kunnen zeggen van de oudjes gaan het niet lang hierna nog vergeten. En wat resteert er nog in het kader van jullie 25-jarig bestaan? Een heleboel. Eén jaar zijn boot toch nog. We hebben wat zichtbare projecten. Dat zijn projecten die we al hadden uitgevoerd in het verleden. Die we bezig zijn te renoveren. Bushuisjes, er komt een nieuwe bushuisje ook. Zo'n speeltuin van elkaar die een geweldige renovatiebeurt gaat krijgen. Er zijn individuele aanvragen. Dus nog een heleboel dat staat te wachten van Lions Club Quatta. Lions Club Quatta is, al moet ik het zelf zeggen als president, heel actief. En we houden ervan om te werken. We zijn een serviceclub. We hebben een legacy. En dat zetten we voort. Goedendag mevrouw. Dag meneer. Ja. Wat is uw naam? Mijn naam is Willy Patak. Ja, mevrouw Willy, heeft u genoten? Ja, heel veel, ja. En u vindt het leuk dat jullie uitgenodigd zijn geworden? Heel leuk. Dat men aan jullie gedacht heeft? Ja, heel leuk hoor, Bita. En u hebt genoten van het eten? Ja, was lekker. Ja, wat heeft u gegeten? Alles wat er was, wat er aangeboden werd. En gaat u straks dansen? Nee, dat kan ik niet meer. Ja. Maar dat is al geweest. Ja. Jawel. Het was leuk. Ik heb genoten. Elke jaar moeten jullie ons zo roepen. Het was lekker. Alles was lekker. Bami, nasi en alles was zo leuk. Ik vind het leuk zo. Ja. Gaat u straks dansen? Ja, ik ga straks dansen. Ik heb flink gegeten. Dank u wel. Ja. Hebben jullie genoten van de dag? Ja, helemaal genoten. Helemaal genoten hoor. Ja. Waarvan heeft u het meest genoten? Van het eten. Want het was echt net als seniorenburger. Je gaat niet met veel zout koken. Het zout was echt normaal. Dus dat was echt perfect. Wat vinden jullie ervan? Dat jullie op deze wijze toch wel, dat men toch wel op deze wijze aan jullie denkt? Ja. Want er wordt geen bedismadee meer gehouden. Ja. En als iedere organisatie zo'n tijd neemt om oudjes bij buurt, elkaar, de buurten bij elkaar te roepen en wat voor ze te doen, is het goed. Dat is het goed, ja.
Maar zijn jullie echt bejaarden? Want jullie seniorenburgers, pardon, zijn jullie echt seniorenburgers? Want jullie lijken er niet op. Ja, omdat we ons haar zwart maken. Helemaal. 68. Okay. 68 ben je ziet er nog helemaal fit uit. Dat ik uw haren zwart maak, hè. Okay. Maar oud, want je voelt en dat je oud bent. En je benen voel je. Hier voel je. Oud ben, hè? Aan je benen. Okay. Ja. Maar jullie gaan straks dansen? Ja, natuurlijk. Ja, alles aan het even. Want soms doet die knie echt vervelend. Dus dan moet je dansen en weer rusten. En weer een dansje nemen. Ja. Wat wil Jan Lions Club Quatta zeggen? Ja, ik vind het echt leuk van Lions Aquata en vooral de buurt van ons, Tuwa, dat zijn gedacht hebben Lions, dat meneer Berghout toch een paar seniorenburgers kan uitnodigen om samen met Lions het verjaardag te vieren. Ja. Dankjewel dames. Ja, dankjewel, bedankt Lions, dankjewel. Abdul Zahid Jan Mohammed van de commissaris Wijtingweg, die is er 70 jaar geworden. En u weet het, we hebben hem geïnterviewd in TBN Prime Alert. En we zijn er vanaf gisteren, vrijdag 21 april, gestart met het uitdelen van de pakketten aan minder draagkrachtigen in die gemeenschap. En dat brengt ons dan bij meneer Pardeep Siusaren hier aan de Pandit Paltan Tewariweg, die wij ook blij maken met een van de levensmiddelenpakketten van meneer Jan Mohammed. Meneer Pardeep, hoe gaat het met u? Goed. Ja? Dit pakket, levensmiddelenpakket, wat u hier ziet, komt van meneer Jan Mohammed. Hij wordt 70 jaar en wil wat mensen blij maken met een pakket. Wilde u iets zeggen aan meneer Jan Mohammed? Ja, zeg hem goed bedankt. Kort Korea. Kijk op pakket wat hij is. En wilde u hem ook feliciteren? Jawel, ja. 70 jaar. Hè? Ja. Ja. Goed, meneer Pardeep, dank u wel en heel veel plezier met uw pakket. Ja, ze zeggen hem goed behoort dan wat ook. Kijk wat hij zegt op pakket. En als u dat hij mooi zegt op een ferry. Ook namens de heer Jan Mohammed, de jarige van de commissaris Wijtingweg. Hij wordt op 28 april 70 jaar. Zijn we ook bij mevrouw Ganga Sarju, die we blij maken met het levensmiddelenpakket van de heer Jan Mohammed. Mevrouw Sarju, kan je ze rijden? Mooi wat het dan helemaal wel uur. Ik dat trot is daar. Of je deze hele pakket wel. Nee, Jan Mohammed. Ja. Hij Jan Mohammed, ook bedankt voor het pakket die ze heeft. Heel erg bedankt voor de sponsor van de like. Heel bedankt. En gefeliciteerd door de verjaardag. Dank u ook, mevrouw Sarju. En hopelijk geniet u van uw pakket. Ja, dank je wel voor uw pakket hoor, Jan Mohammed. En jullie ook bedankt. Ja, geen dank. Met mijn cameraman, Karen Saktou, zijn we dan ook met een pakket van de heer Jan Mohammed. En dat is dan de jarige van de commissaris Wijtingweg, die op 28 april 70 jaar wordt. Ook thuis bij meneer Anend, die we blij maken met een van de levensmiddelenpakketten van de heer Jan Mohammed. Meneer Anend, we waren de vorige keer gekomen, was u net ontslagen uit het ziekenhuis. Hoe voelt u zich nu? Beter. Ja? Ja, maar het gaat nu wel. Ja. We zijn blij om te horen dat het goed gaat. Want u hebt ook kleine kinderen voor wie u moet zorgen. Uh-huh. En u was de vorige keer erg emotioneel. Toch? U dacht aan uw kinderen, maar u ziet het. Het gaat allemaal goed met u. We zijn blij dat te horen. Dit, meneer Anen, krijgt u namens de heer Jan Mohammed. Hij is jarig. Hij wordt op 28 april 70 jaar. Zou u hem wat willen zeggen? Ja, en, hij moet het lang maken. En zo moet hij lang mensen helpen met pakketten of zo. Want alles is duur in het land nu. Ook mevrouw Sherida Promes en haar broer Dirk, die wonen aan de Rensproject, maken we blij met een pakket van de jarige heer Abdul Zahid Jan Mohammed van de commissaris Wijtenweg. Mevrouw Promes, we zijn er thuis bij u omdat meneer Jan Mohammed Abdul Zahid 70 jaar is geworden. En hij wil enkele mensen blij maken met een levensmiddelenpakket. En heeft ons gevraagd van TBN Prime Alert dat te doen. Vandaar dat we thuis bij u zijn. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Dus nog namens mijn broertje en ik willen we die meneer nog heel hartelijk bedanken. En het is welkom.
Wilt u hem ook feliciteren, want hij wordt op 28 april 70 jaar. Nog meneer Shahid, namens Derek en ik feliciteren wij u en nog velen na deze. Derek zit daar. Derek feliciteer die meneer. Ja. U wordt hartelijk gevoeld. Ja, maar hij was niet deze, niet deze andere. Kijkt ja. U hier, Derek, ja. In de camera? In de camera kijken? Ja, ga in de camera kijken. Dankjewel. Dankjewel, meneer. Gefeliciteerd. Of vind je het voor je hand, maar. Dankjewel, Derek. En dankjewel, mevrouw Sherida. Heel veel plezier met uw pakket. Dankjewel, meneer. En nog vele na deze. We hebben het hard nodig. Ook mevrouw Nennen, die krijgt namens de jarige, de heer Abdul Sahid, Jan Mohammed, een levensmiddelenpakket. Mevrouw Nennen, dit is voor u, namens de heer Jan Mohammed. Wilde u hem wat zeggen? Ja, ik wil meneer Jan Mohammed hartelijk feliciteren. En ik wil hem heel hartelijk bedanken dat ik een pakket van hem heb gekregen. En dat hij nog heel veel gelukkige jaren mag leven, hè? Ja, en ik bedank de behoed en baat bij. Ja. Nee, helemaal mevrouw Nennen, ook aan u. Heel veel plezier met uw levensmiddelenpakket. Ja, die u krijgt namens de jarige, de heer Jan Mohammed. Ja. Hij wordt van harte gefeliciteerd en nog heel, heel hartelijk dankbaar. Ja, hoor bij. Dit was TBN Prime Alert van zaterdag 22 april 2017. Bedankt voor het willen kijken. Een prettig weekend en graag tot maandag.